Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en in deze video iets heel anders dan normaal. Het is namelijk een bijzondere dag. Het is Klikproces Stories nummer 30. En vandaag is het 1 april 2020 en dat betekent dat ik ook 30 ben vandaag. Gefeliciteerd Bart, ja dankjewel. En daarom een ander soort video, niet over Klikproces of over zo'n verhaal, maar ik ga een vlog maken van mijn dag. Het is een uurtje of 8:30, ik ben net wakker. Nou, meestal zou ik nu onder de douche staan of al op kantoor zijn of onderweg. Maar ik ben vrij vandaag, dus ik ben lekker nog aan het liggen. En mijn favoriete vriendin, zoals je ziet, die zit dan naast me. Zeg maar even, hallo. Lind, zeg maar wat. Hallo. Hallo, ja, goedemorgen. Dus wat je hier kan verwachten is gewoon een video van hoe ziet mijn dag eruit op de dag dat ik 30 ben. Kijk, en bij een verjaardag horen natuurlijk cadeautjes. Dus dit is het eerste prachtige cadeau wat ik heb gehad van mijn dochter. I love you van de voetjes. En ik heb namelijk wel vaker een cadeau gehad van Linde Voeten en dat vind ik gewoon altijd heel grappig. En op de achterkant. Lieve papa, fijne verjaardag, dikke kus Lin. Nou. Dat is toch een prachtig cadeau zo om op je 30ste te krijgen. Dit is een van de mooie dingen die ik elke ochtend zie, hè. Lin, die op pad is. En of je nou goed geslapen hebt of slecht geslapen hebt. Je wordt in elk geval 's ochtends vrolijk begroet. En je zal natuurlijk altijd zien, normaal gesproken word ik 's ochtends onderaan de trap altijd begroet door mijn lieve vriend James. En nu... Oh, daar komt hij eindelijk aangelopen hoor. He? Luilak, ze waren weer eten aan het maken in de keuken zeker, hè? Dat je nu pas aangelopen komt, hè? Ja, het zal eens niet. Het zal eens niet. Nou, goedemorgen vriend. He? Goedemorgen. Ja. Ja, je bent nog steeds mijn vriend hoor, hè? Ondanks dat je me niet kwam begroeten op mijn 30ste verjaardag. En weet je wat ook een van de voordelen is van vrij zijn vandaag? Je hoeft je niet normaal aan te kleden. Dat is ook lekker. Dus vandaag lekker in mijn joggingsbroek en mijn t-shirt. Ja. Gaan we er tegenaan. En zoals bijna elke dag begin ik niet met ontbijten. Ik begin met douchen, aankleden en vervolgens gaan we een stukje lopen. Ga je mee, vriend? Dat is hoe ik bijna elke dag begin. Even lekker een wandelingetje van een minuut of 10 met mijn allergrootste vriend. Hier zo in Bodegraven. En moet je eens kijken wat een verjaardagsontbijt ik heb gekregen. Kijk eens wat een lekkers allemaal. Ik heb nog een cadeautje gehad. En onze kleine smikkelbeer zit al te eten hoor. Is lekker Lin? Is lekker? En mocht er nog twijfel zijn over hoe oud ik ben geworden, dan hangt het hier heel groot voor het scherm. Ja vriend. Ja, niet voor het scherm. Je hebt gelijk, schat. Je hebt gelijk, schat. Dat hangt voor het raam. Ik denk meteen in computertermen. Nou, het mooie van je verjaardag is dat je natuurlijk zelf mag bepalen wat je gaat doen. Dus wij gaan lekker naar het bos toe. Samen met Nanda, mijn vriendin. Hoi. En met Lin en met James. Ja. Zeg maar hoi. Ja, met James. Gaan we naar Bet Woud toe, daar kan James namelijk in het bos lekker zonder riem rondrennen. Kunnen wij lekker rustig lopen met de kinderwagen. En hopelijk gezien deze tijd, zowel de tijdstip van de dag als überhaupt de tijd waarin we nu leven met corona, is er allemaal niet te druk. En hebben we verder niet zoveel last van andere mensen. Dus dat gaan we doen en dat is het mooie van je verjaardag. Je mag zelf kiezen wat je leuk vindt en ik vind het leuk. We zijn er! We zijn er, we gaan lekker lopen. Even wachten. Hoppa. Oh, oh, chick. Kom hier, kom hier. Kom hier, joh. Kom hier, joh. Ja. Nee, ik sta te filmen. Ik denk ik maak even een filmpje hoe die eruit springt, maar hij was meteen weg. Ga maar vriend. Oh, staat te plassen. Laat maar zitten.
James' favoriete stack om even lekker het water in te gaan. Of het nou min 2 is, min 20 of 30 graden zomers, het maakt niet uit. Hij gaat altijd het water in. En dan zijn we zo bij het favoriete gedeelte van het bos, meestal voor James. Want hier heb je namelijk een gedeelte. En als het maar enigszins heeft geregend, dan ligt hier water en dan vormt dat zich een modderpoel. En die hond is helemaal lijp om daarin te rennen en gek te doen. Nou, het is niet zo heel veel, het is een klein beetje water, maar ik weet zeker dat het voor hem genoeg is om er doorheen te rennen. We gaan het zien. Daar komt hij gek aan. Hé hey, vriend. Hé. Hey. Ja hoor. Nee, niet bij mij. Oh, wat een smeerkees is het ook. Het valt nu mee. Meestal gaat hij wel een keer of 6 heen en weer. Hij wilde ook al niet zo in het water. Volgens mij heeft hij een rustige dag vandaag. Wat zie je daar, Lin? Het is een... graafmachine, hè? Ik weet niet wat hij aan het doen is. Grond aan het verzetten, volgens mij. Ja, grond, ja. Mooi, hè? En wat doet de machine dan? Hoppa! Het laatste stukje mag Lin altijd even lopen, hè Lin? Ja, hè? Ja, James mag goed in de gaten, hoor. Nou, inmiddels zijn we weer lekker thuis en zitten we lekker te eten. Lin is heel erg moe, dus Lin is alvast aan het eten. Ik was even kaarten aan het openen die binnen zijn gekomen van familie en vrienden. Kijk, Lin, wil je er ook op? Lin heeft lekker gegeten al, hè? Wat heb je allemaal op? Broodje worst en broodje? Nee? Niks? Appelstroop. Zo, nu die kleine naar bed is, hebben wij ook alvast gegeten. Smaakt het? Zijn we saaie broodje en ik was gewoon lekker voor kroket en kaasvlees gegaan. Want het is tenslotte mijn verjaardag. Wat gaan we de rest van de middag doen? Ik denk dat ik nog een heel klein beetje ga gamen op deze laptop. Even mijn mail gaan checken, want zelfs op mijn verjaardag doe ik dat toch even. En daarna gaan we Mokro Mafia even kijken, denk ik. Mokro Mafia weer even een paar afleveringen kijken, 1 of 2, totdat Lin jarig is. En vanmiddag ontvangen we nog... Tot Lin jarig is. Jarig is, wakker is, tot ze wakker is. En dan vanmiddag nog een klein beetje visite. Die daar, zo ja. Pleisters moeten we hebben. Pleisters. Yes. Juist. Hoeveel zijn dat er? 3. Oké, nou activeren hè. 3. Dan hebben we de 2, daar hebben we voorlopig genoeg aan. Ja? Ja. Zo, de dag zit er zo goed als op mijn prachtige 30ste verjaardag. Ik lig weer even lekker rustig op de bank. De visite die er was is net naar huis gegaan. We hebben lekker frietjes gegeten met een snackje erbij. Nanda is het een beetje aan het opruimen. Dankjewel, Nanda. En Mokro Mafia staat weer aan. En dan gaan we zo meteen even verder kijken. Ik ga nog even met James lopen. Jamesy, kom eens hier. Hij denkt, ja, bekijk het maar. Gelijk heeft hij. Hij ligt hier zo. Bij de bank ligt hij hier zo. Hey, kom je vriend? Ja. Hey vriend. We gaan lekker Mokro Mafia kijken zo. En dat is een beetje het einde van deze heerlijke, lekker rustige verjaardag.